Goedemorgen, broeders en zusters hier op Urk. Wij hebben vannacht geslapen in Bed & Breakfast De Roos. Mag geen reclame maken natuurlijk hier, maar het was erg fijn om hier op Urk te zijn al iets eerder dan op de zondag. En we gaan vanochtend met elkaar lezen uit Lucas, hoofdstuk 10. En we lezen vanaf vers 38. Lucas 10, vers 38. Misschien is het goed als we, voordat we lezen, dat we nog kort met elkaar bidden. Vader, we danken u dat we hier samen mogen zijn. En we willen ook echt even tot rust komen. Om uw woord tot ons te laten doordringen. We zijn u zo dankbaar, Heere, dat u dit woord aan ons heeft nagelaten. Dat we de woorden die Jezus heeft gesproken 2000 jaar geleden, dat we die in onze Bijbel hebben staan en dat we die met elkaar tot ons kunnen nemen. Woorden van leven, woorden van troost, woorden van hoop, evangelie, goed nieuws. En we bidden, Heer, als we dat overdenken, dat u ons hart opent voor uw woord. Helpt u mij in de verkondiging en spreek zo tot een ieder van ons. U weet wat wij nodig hebben. U weet waar wij zitten, Heer. In onze gedachten en waar we mee worstelen. De dingen die spelen in onze levens. En wilt u daarin spreken, ook deze morgen. Dat bidden we u door Jezus en in zijn naam. Amen. Lucas 10, vers 38. Het gebeurde toen zij, dat is Jezus en de discipelen, onderweg waren, dat hij in een dorp kwam en een vrouw van wie de naam Martha was, ontving hem in haar huis. Misschien even een pauze. Jezus is hier op reis, zoals we lezen. En eigenlijk vanaf Lucas 9, vers 51, daar staat dat Jezus zijn aangezicht wendde tot Jeruzalem. Hij was in Galilea, dat is het noorden van Israël. En vanuit het noorden trekt hij naar het zuiden, naar Judea. En dat is eigenlijk zijn laatste tocht, zou je kunnen zeggen, met zijn discipelen. En dat is een heel belangrijk vers, Lucas 9, vers 51, waar staat van dat Jezus zijn aangezicht wendde tot Jeruzalem, om naar Jeruzalem te gaan. En hij wist natuurlijk wat hij ging doen, hè, daar. Hij ging daar zijn werk voltooien. Hij ging daar sterven op die heuvel Golgotha, om deze wereld, deze verloren wereld, met zichzelf te verzoenen. En dat is zo, dat raakt mij telkens weer. Ik las het nog vanochtend of gisteravond in Marcus 10 ook, dat Jezus zegt dat ook tegen zijn discipelen. Dan zegt hij van, ik moet heen gaan, of we gaan naar Jeruzalem. Ik zal overgegeven worden in de handen van de priesters en de schriftgeleerden en de leiders. En ik zal door de heidenen zal ik gedood worden, maar ik zal opstaan op de derde dag. Dat zegt hij al van tevoren. En dan denk je, onze Heere Jezus die wist precies wat hij ging doen. Het overkwam hem niet, zo gezegd. Niemand neemt mijn leven, zei hij ook, maar ik geef mijn leven. En hier ook heel bewust keert hij zijn gezicht naar Jeruzalem om daar ons met zichzelf te verzoenen. En in die reis eigenlijk zitten wij dan in Lucas 10. En eigenlijk tot Lucas 19 is dat één. Dat is de reis die Jezus maakt en daarin het onderwijs wat hij geeft, de ontmoetingen die hij heeft enzovoorts. En hier komen we dus bij een van die ontmoetingen. Even een stukje context. En hij komt dan in het huis van een vrouw van wie de naam Martha was. En die Martha ontving hem in haar huis, vers 39. En ze had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. En nadat zij erbij was komen te staan, zei zij: Heere, trekt u het zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt. Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en u maakt u druk over veel dingen.
Maar slechts één ding is nodig. En Maria heeft het goede deel uitgekozen. Dat niet van haar zal worden afgenomen. Ik werk vaak thuis, ook buitenshuis, maar ook thuis. Sowieso in het voorbereiden van preken en onderwijs. En ook voor mijn andere werk, waar ik mijn brood mee verdien. Mijn tenten maken, zeg maar. Maar ja, dat doe ik dus thuis in mijn kantoor heel vaak. En nu was het zo dat... Dat heeft wat lastigs in zich. Het is heel mooi, want ik heb 4 kinderen. En die rennen ook wel rond. Ik heb wel een aparte kamer, maar je hoort natuurlijk alles. En dat is soms best wel eens een uitdaging. En nu was het zo dat... Ik was aan het werk op mijn kantoor. Ik had nog heel veel dingen te doen. Ik zat ook niet helemaal lekker in mijn hum, zo gezegd. Hè. Ik was druk. Ik had veel dingen te doen. En ik zag ook tegen dingen op die ik moest doen. En ik was daar heel erg mee bezig. En toen moest Paula even de kinderen ophalen van school. De school bij ons, we wonen in Limburg tegenwoordig, en die school is iets verder. En ze had de jongste van ons, die is 2, op bed liggen. En ze vroegen mij van, ja, wil jij even voor Victoria zorgen of oppassen dat ik even heen en weer kan? Ik zei, nou ja, prima, dat is het best. Ze ligt lekker te slapen, dus oké. Toen zat zij in de auto en ze was nog geen 2 minuten weg. Toen belde ze op en ze zegt, helemaal vergeten. Ik heb nog een afspraak op school, even een gesprek met de juf. Maar dat duurt niet zo lang, dus ik werd al een beetje iets minder blij. En ze hangt op en ja, je raadt het al, de kleine meid begon te huilen. Dus ik naar boven, nog iets minder goed in mijn hum. Die kleine meid eruit gevist en aangekleed en een beetje aan het spelen gezet. Ik ondertussen weer doorwerken, kreeg nog een belletje en op een gegeven moment... Ja, het duurde maar. En het was uiteindelijk al meer dan een uur ging voorbij en eindelijk daar kwam de auto de oprit op rijden. Ze was thuis. Maar ik was ondertussen best wel... Nou ja, het kookpunt was wel een beetje bereikt ongeveer. Ik zal het voorzichtig uitdrukken, ik was niet heel vriendelijk naar Paula. Ik verweet haar van, ja, als ik thuis ben, dan ben ik er eigenlijk niet, want ik ben aan het werk en je vrouw verlangt dan toch alles van me. En je kent het wel misschien, ik hoop het niet, maar misschien ook wel. En ik zat erover na te denken, vanochtend denken we na over het thema, hoe kom ik tot rust? Of hoe leef ik vanuit rust eigenlijk? En als ik dan even zo bij mezelf ook naar binnen keek, dan... Zat er al heel veel dingen voor die frustratie die ik uitte naar Paula. En zat dat al veel dieper. Nou, daar gaan we vanochtend over nadenken. Van hoe kom je nou tot rust? Of beter gezegd, ja, hoe leef je nou vanuit een basis van rust? Nou, Jezus is hier onderweg en ontmoet dus deze 2 vrouwen. Dat is een heel bekend gedeelte natuurlijk. Hij ontmoet deze 2 vrouwen en het is heel mooi. Martha... We komen die 2 vrouwen tegen, Martha en Maria. En Martha, die is ontzettend gastvrij. Ze was waarschijnlijk een welgestelde vrouw. Er staat ook dat in vers 38 dat het haar huis was. Dus ja, of haar man nog in beeld was, ik denk het zelf niet, want die wordt niet genoemd. Er wordt hier echt gezegd, Martha ontving Jezus met zijn discipelen en misschien nog wat mensen daaromheen ook. In haar huis. Dus zij was waarschijnlijk een weduwvrouw of een alleenstaande vrouw wel gesteld. Dat zie je trouwens ook van, we komen haar ook nog tegen in Johannes 11 en 12. Bij Maria, dat is dezelfde Maria, Jezus voeten zalft met nardussalf. Hele kostbare zalf. Maria was de zus van Martha, dus blijkbaar was dat een welgestelde familie. En Martha is dus eigenaar van zijn huis en... Ze zet de deuren wijd open voor deze rabbi Jezus die op weg is naar Jeruzalem. En zeer waarschijnlijk was dit in Betanië, want daar woonde zij. Een voorstadje of een voordorpje van Jeruzalem. En ze zet de deuren open. En dat was niet zomaar even van, kom binnen voor een kop koffie. Dat was echt, ja, de Oosterse gastvrijheid was echt van, kom binnen, ik was je voeten... Ik zorg dat je echt even van die lange reis die ze hadden gemaakt tot rust kan komen. Ga lekker zitten. Inderdaad, ik zet koffie. Je eet mee. Je slaapt hier. Zeer waarschijnlijk. Dus het was echt een herbergen van deze
vermoeide, stoffige, vieze mannen. Ja, dat was niet niks. En dat is prachtig ook, hè? Dat ze dat deed, hè? Dat ze gastvrij was. Ik heb wel eens de uitleg gehoord van gastvrijheid. Wat is dat nou? Dat is dat de gast zich vrij voelt. Gastvrijheid. En dat deed ze alles voor om die gast, dat die gast zich vrij voelde. Hè? Ze was druk in de weer. Ze zette koffie, ze was bezig om de maaltijd klaar te maken. En de bedden moesten waarschijnlijk in orde gemaakt worden. Ze deelde bevelen uit. Trouwens, haar naam betekent meesteres, Martha. In het Aramees, de taal die toen gesproken werd. Dus dat zat misschien ook wel dienaren, zeer waarschijnlijk wel. En ze gaf orders en bevelen en een hoop drukte. Want ja, er moest nogal wat gebeuren, zeg. Jezus met 12 van die mannen en misschien nog een paar daaromheen onderdak geven. En dan, terwijl ze zo aan het dienen is, hè, en bezig is, ja, komt ze er eens achter dat Maria gestopt is gewoon met helpen, zeg maar. Hè. Ze waren beide toch een soort van verantwoordelijk om dat allemaal te doen. En ze kijkt om zich heen, en waar is Maria nou? Ze kijkt nou zo door die deur heen en ze ziet Jezus daar zitten met die groep discipelen en nog wat mensen daaromheen. En Maria zit notabene aan de voeten van Jezus, gewoon te zitten. Niks te doen. Dus ja, ze zal ongetwijfeld al, dat wat ik dus ook ervoer, een beetje iets misschien hoger in de adrenaline. En zo eens een keer in die deuropening gaan staan en wat wenkjes gegeven hebben naar Maria. Van, nou, zou je niet eens even komen helpen? Of misschien was ze een beetje achter en een beetje... Maar ja, Maria die negeerde dat gewoon, hè? Die blijft gewoon zitten. En ze is aan het luisteren daar naar Jezus, onderwijs, naar deze rabbi. En ze wordt bozer en bozer. En na een aantal hints, en gefrustreerd ook, en na een aantal hints gegeven te hebben, loopt ze zelf naar die groep toe. En ze onderbreekt het gezelschap, dat is best wel opmerkelijk. Jezus is daar als rabbi aan het onderwijzen. Je ziet het voor je en zij komt daar toch even in staan. Mag ik even onderbreken? Nou, dat staat er geen eens, want misschien vroeg ze dat geen. Maar ze zegt tegen Jezus, Heer Jezus, maakt het u dan niet uit dat mijn zus mij alleen laat dienen? Zeg er wat van, zeg. Dit kan toch niet? En het kon ook niet. In die tijd zeker niet. Ik bedoel, hè, de vrouwen moesten gewoon daar, dat was echt de cultuur. De vrouwen moesten dienen en van alles doen daaromheen. En de mannen, dat waren leerlingen van een rabbi. Het was ongekend dat een vrouw een leerling was. Want dat is de positie die Maria inneemt. Ze gaat zitten als leerling van Jezus, als het ware, om zijn woorden tot zich te nemen, om te leren van deze rabbi, van Jezus. Ongehoord. Maar Jezus draait alle dingen om, hè? Dat is zo mooi van de Heer Jezus. Hij zet ook wat in culturen erin is geslopen of plekken heeft. Dat staat soms haaks op hoe de Heer Jezus daar tegenaan kijkt en hoe hij daar ook mee omgaat. Want Jezus, ja, je zou, Maria had, of tenminste Martha had, dat proefje er helemaal uit. Ze had zeker verwacht, denk ik, als je dat zo proeft, en zeker ook in die cultuur, dat Jezus had gezegd, ja, Maria, ja, ik vind het fijn dat je echt oren hebt voor mijn onderwijs en dat het je interesseert en boeit. Dat is ook ontzettend belangrijk, maar Maria, hè, er zijn ook echt dingen die gedaan moeten worden. Ja, ik bedoel, die koffie moet echt gezet worden en er moet echt heel veel gebeuren. Dus ja, misschien moet je toch weer even aan je taak gaan, Maria. Dat had zij waarschijnlijk verwacht. En dan had zij er nog een schep bovenop gedaan natuurlijk als ze weer met Maria in de keuken stond. Van, zie nou wel en ook durf je ook enzovoorts. Maar Jezus doet dat niet. Hij doet het niet. Jezus zegt, dit is een gebed trouwens, hè, wat Martha bidt. Ze bidt eigenlijk uit een klacht, hè, zoals wij ook soms doen. Hè, van, Heere, maakt het u dan niks uit? Zie eens wat ik aan het doen ben. Ik ben hartstikke druk. Ik ren de benen onder mijn lijf vandaan. En dat ook nog allemaal voor u, om u hier gastvrijheid te verlenen. En maakt het u dan helemaal niks uit? Ziet u me wel staan? Dat zit daaronder. Van, ja, bekommert u zich daar niet om? Dat is een gebed. Doe daar iets aan, Heere. En Jezus zegt, nee. Hij zegt nee. Echt nee op dit gebedsverzoek. Niet van, ik bekommer me er niet over. Daar komen we zo meteen nog wel even op. Maar hij zegt, nee, ik ga Maria niet daar naartoe sturen. Hij zegt eigenlijk vraagt Martha van, nou, ik denk dat er in dat nee zit van Jezus,
Nee, Martha, ik ga niet mee op jouw weg. Jij bent eigenlijk een weg aan het bewandelen, Martha, van wat uiteindelijk leidt tot een burn-out, zouden wij dan in moderne tijden zetten. Je hebt de prioriteiten niet juist en je bent veel te druk, en daar kom ik zo meteen nog op, we gaan er zo meteen nog wat dieper in, maar eerst even misschien even in vogelvlucht, van ik ga niet mee in jouw weg naar de ondergang. Dus uiteindelijk is Jezus nee, is echt een liefdevol nee. En dat vind ik echt een les ook om mee te nemen. Het is niet het hoofdthema, maar het is wel echt een les om hieruit mee te nemen. Jezus en God zegt soms nee, omdat hij ons te lief heeft. Omdat hij ons te lief heeft. Ja. Hij weet wat goed is voor ons. En wij bidden soms dingen die echt niet goed zijn voor ons. En als hij dat zou verhoren, dan zouden we onszelf om zeep helpen. Ja. En dan Jezus, die dan dat zegt. En dan Maria bevestigt, want Maria zat daar, die zal misschien al half opgestaan zijn. Van ja, nu zal Jezus wel wat zeggen misschien of zo. Maar hij bevestigt Maria in haar gekozen optie. Of datgene wat zij heeft gekozen, namelijk zitten aan zijn voeten. Nou, wat ik al zei, even een stap dieper hierop in. Van hoe, ik denk dat we allemaal iets kennen, zeker als christen. We hebben allemaal een Maria in ons en een Martha in ons. Soms vinden we onszelf in een positie dat we echt veel te druk zijn en helemaal echt ook op zo'n weg van ondergang zitten. Naar de ondergang dat we denken, dat zit in ons. En we kennen hopelijk ook allemaal momenten dat we inderdaad als Maria aan de voeten van Jezus zitten. Maar hoe kom je nou van een Martha-houding of een Martha-levensstijl misschien wel. Misschien is het wel echt een patroon in je leven om altijd maar druk te zijn. Ik heb me trouwens voorgenomen om dat niet meer te zeggen. Dat las ik ergens, dat vond ik heel mooi. Iemand schreef, ik weet niet precies wie het was, die zei van dat zeggen we zo snel tegen elkaar. Hè? Hoe is het? Ja, druk. Herkenbaar hier op Urk of hier niet? Ja, of lekker druk, hè? Ja, zo van, gewoon toch veel op je bord. Dat is dan ook misschien iets populairs of zo. Of dat zegt misschien van, dat je dus echt goed in het leven staat en je echt inzet en volop meedoet in deze maatschappij. En dat, ja. Maar hoe kom je nou vanuit, als dat zo'n patroon is en als je wil dat misschien niet en toch kom je daar weer elke keer en merk je, ik ben te druk, ik heb te veel op mijn bord liggen. En, kijk, het is natuurlijk helemaal niet erg om druk te zijn. Iemand zei eens van, het is ook een verschil of het een seizoen is dat je druk bent. Als je net een bedrijf opstart bijvoorbeeld, dan moet je gewoon even wat meer effort erin stoppen. Ja, dan is het een seizoen. En dat moet je dan ook afbakenen. Maar is het een seizoen in je leven of is het de klimaat? Dat vond ik heel mooi. Een klimaat is gewoon wat altijd zo is. En een seizoen is een periode. Ja. Maar hoe kom je nou vanaf zo'n Martha-gezindheid, van druk, naar een Maria-gezindheid? Hoe kan je nou echt leven vanuit rust? Ik heb daar drie dingen die je moet weten, die belangrijk zijn om van een Martha naar een Maria-houding te komen. Want ik zelf ervaar heel vaak in mijn leven, ik ben nu ongeveer 12 jaar christen zo'n beetje, heel erg geleerd om ook stille tijd te houden, om dat gedisciplineerd te doen. Misschien herken je dat wel en dan lukt dat even en dan doe je dat op wilskracht, maar dan ebt dat weer weg en dan moet je jezelf weer daar naartoe en dan, of je zit in je stille tijd en je wil bidden, maar je gedachten zitten bij je werken, bij allemaal andere dingen. Maar dan ben je niet rustig. Dus je kan dan wel het juiste doen, je wekker zetten en tijd met de Heer doorbrengen, maar je bent er eigenlijk niet. Hoe kom je nou echt bij die Maria-houding? Dat je echt ontvangt. Want zij ontving echt. En weet je waar je dat ook uit weet? Zij sloeg de plank in die zin niet mis. De discipelen sloegen hem echt mis. Ze hoorden ook Jezus onderwijs. Dat is heel opmerkelijk. Ze hoorden Jezus onderwijs. Ze hoorden hem tot 3 of 4 keer toe zeggen, ik ga heen naar Jeruzalem, ik word daar gekruisigd of gedood en ik zal opstaan uit de dood. En ze misten de boot. Ze hadden het niet gehoord. Ze waren totaal verrast. Tot Petrus, die nog met zijn zwaard probeert te verhinderen en het oor eraf hakt van die malchus. Maar Maria niet. Maria had het gehoord, ze had het begrepen. Ze zalft Jezus en zijn voeten. Later, andere gebeurtenis, andere keer dat Jezus in het huis is.
Ter voorbereiding, zegt Jezus, van mijn begrafenis. Die vrouw had het begrepen hoor. Van dit is niet zomaar een rabbi. Dit is de verlosser. Dat had ze echt gevat. En de verlosser was in huis. En zij was daar gaan zitten. En die woorden die dronk ze in. Ze hing aan zijn lip als het ware. Misschien wel veel meer dan die stoere mannen. Hoe kom je daar? Nou, de eerste belangrijke om, en dat is echt een hele belangrijke, is dat je moet stoppen met verwijten maken naar de ander en naar je omgeving. Dat is echt een hele belangrijke. Wat Martha hier doet, ze kijkt totaal niet naar zichzelf, maar ze wordt gefrustreerd, en ik trouwens ook niet hoor, in die ene, in dat waar ik mee begon. Want ik had gewoon mogen zeggen van, oké, Heer, als dit voor mij is, ik heb ook, die kinderen zijn ook voor mij, niet alleen van Paula, ik ben ook gewoon daar verantwoordelijk voor. En we moeten dat samen doen. En als dit nu als dit nu voor mij is, voor de komende tijd, nou, dan leg ik het even aan de kant en dan mag ik dat gewoon gaan doen. En dan komt er later wel weer een moment, even na het eten, om dat af te maken of zo. Ja. Maar je gaat je frustreren en je gaat het bij de ander leggen. Je gaat verwijten maken. Stop met verwijten maken en alles en iedereen om jou heen de schuld te geven. Dat is echt belangrijk om echt tot rust te komen, om in een Maria-gezindheid te komen. Ja. Want weet je wat je doet? Er zit in jou zelf, en bij mij was dat dan veel te veel onrust en ik zag tegen dingen op en ik had dat eigenlijk nog niet echt onder ogen gezien. Ik had die angsten die ik had, de dingen waar ik zelf mee worstelde, waardoor ik zo druk was geworden, want drukte heeft altijd een dieper liggende oorzaak, daar kom ik zo op, ben ik heel erg bezig om de controle te houden en de dingen te doen en dan komt er iets tussen en dan geef ik dat gelijk de schuld van alles wat erin zit bij mij. Al mijn eigen frustratie of mijn angsten en mijn dingetjes. Dat projecteer je dan op de ander en dan krijgt de ander de volle laag. Nou, hier krijgt Maria het en Jezus. Martha noemt Maria geen eens meer bij haar naam. Is je dat opgevallen? Ze zegt mijn zuster, heel afstandelijk. Ze zegt, zeg tegen Jezus, zeg tegen mijn zuster dat ze mij moet komen helpen. Ja, heel afstandelijk, je stoot het af. Dus het eerste om echt tot rust te kunnen komen, is echt eerlijk stoppen met verwijten maken naar de ander. Want het heeft alles met jou te maken. Het probleem zit echt hier hoor. Of hier misschien, beter gezegd. In je gedachten, in je eigen dingen. Dat is bij Martha echt zo. En dat is bij ons heel vaak ook zo. Tweede, dus stop met verwijten. Het tweede is, krijg in zijn aanwezigheid bij Jezus zicht op de dieper liggende patronen. Kijk, dat vind ik wel heel mooi van dit plaatje wat je zo voor ogen geschetst krijgt vanuit dit gedeelte. Dat is Maria die zit daar aan de voeten van Jezus en Martha die staat daar. He, dat vind ik een mooi beeld, vol met frustratie. Maar ze staat er wel. Ze staat wel bij Jezus, bij de goede persoon. En ja, ze zit niet op het goede spoor, maar ze uit wel haar frustraties naar Jezus toe. En dat is echt, vind ik echt iets heel moois. Van dat moet je ook echt doen. Om wel ook al, want heel vaak weet je niet wat de onderliggende oorzaak is, waardoor je zo druk bent en waardoor je zo bezig bent. Maar uit dat, in zijn aanwezigheid. Dus geef daar woorden aan. En, ik heb daar dus bij gezet, krijg je in zijn aanwezigheid, dus bij Jezus, bij God, in je stille tijd, in je tijd met hem, krijg daarin zicht en sta er ook voor open om zicht te krijgen op de diepe liggende oorzaken daarvan, de diepe liggende patronen van je drukdoenerij. Ja, maar dat doet Jezus hier, hè? En dat doet hij bij ons ook, dat wil hij bij ons ook echt doen. Hij legt hier de vinger op de zere plek. Hij zegt eigenlijk, oké, Martha, Martha, dat is zo mooi, hè? Dat is zo mooi. Bij Jezus is het niet van, Martha, Martha, heb je nou nog niet begrepen? Of zo. Maar Martha, Martha, dat is een hele, in een Engelse vertaling stond, dear Martha, lieve Martha. Zo zou je het in onze tijd vertalen, lieve Martha. Hetzelfde als het in dat Aramees, wat Jezus sprak, die taal,
Als iemand twee keer een naam zei, of dan was dat een vorm van tederheid, van affectie. He, bij Jezus zie je dat ook als hij dan Jeruzalem zo ziet liggen en daar zoveel heeft gepreekt. En daar zoveel zichzelf heeft gegeven en heeft laten zien dat hij de verlos zoveel wonderen gedaan, zoveel tekenen gedaan. En dan staat er en ziet hij die stad daar liggen en dan zegt hij, Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe vaak heb ik jullie niet bijeen willen vergaderen zoals een hen haar kuikens, maar jullie hebben niet gewild. Jullie willen mij niet. En je proeft daarin de affectie, hè, de liefde, het hart van de Heer Jezus voor Jeruzalem. Maar dat is hier ook zo. Martha, Martha. En dat is ook zo als hij bij ons de vinger op de zere plek legt. Dat is niet... Kijk, Satan is degene die altijd jou die dingen ook laat zien. Hoor. Kijk eens wat er mis is. Maar dat doet hij altijd om je, zeg maar, te veroordelen. Te beschuldigen, aan te klagen. Je kapot te maken, in een hoek te krijgen. Uit verbinding te krijgen met mensen en met jezelf en met God. Maar Jezus die legt ook de vinger op de zere plek, gelukkig wel. Maar hij doet dat zo teder en zo liefdevol. Ik vind dat zo mooi. Dat is onze verlosser, dat is onze Heer. Degene die met ons een pad loopt. Die zegt, neem mijn juk op je. En leer mij dat ik zachtmoedig ben, nederig van hart. Kom maar bij mij in dat juk, dan lopen we samen. En dan leer ik jou al die dingen. En dan legt hij de vinger op de zere plek. En dan zegt hij, Martha... De oorzaak dat jij dat gas niet uit kan zetten als ik in huis ben. En dat je die koffie niet even kan laten voor wat is. Dat je dat even later doet. En eerst gewoon eens even lekker komt zitten bij mij. En mijn woorden tot je neemt. Want ik ben namelijk in het huis en ik ben de zoon van God. Dat is me nogal wat. Het is goed om daar even om daar aandacht aan te besteden. Maar de oorzaak daarvan en van al jouw frustratie ligt in twee dingen, noemt Jezus. Het eerste zegt hij, Martha, je bent bezorgd. Hè? Vers 41, Jezus antwoordde en zei tegen haar, Martha, Martha, u bent bezorgd. Dat is het eerste wat hij zegt. Dus het onderliggende, misschien is het een beetje psychologisch, maar het zit er echt in. Het onderliggende probleem van Martha's frustratie en boosheid, dat was een indicator dat er onderliggend iets mis zat. En dat was, ze was bezorgd. Nou, bezorgdheid is killing. Voor rust natuurlijk. Bezorgdheid heeft alles te maken met controle willen houden. Hey, je bent bezorgd, je bent niet bezig met gewoon zorgen. Hè? Dus er zat bij Martha echt meer in dan alleen maar gewoon hè, dat beeld hebben. Vaak, ja, er was toch niks mis mee, er moest toch ook allemaal gebeuren? Ja, absoluut. Maar Jezus legt de vinger op de zere plek, er zat meer in. Het was niet alleen zorgen wat Martha deed, maar er zat een stuk bezorgdheid in. Controle willen houden. Het vast willen houden. Zoals ik dat ook had. Ja, bezorgd. En ik moest denken aan een paar teksten. Er staat in Lucas 8, vers 14. Dat is de gelijkenis die Jezus noemt over het zaad. Hè? Het woord wat gezaaid wordt en op verschillende plekken terechtkomt. En er komt ook ook zaad op een plek terecht. Dat komt op, maar dan zijn er dorens en distels die dat zaad verstikken. Dus die groeien harder. En waardoor dat zaad, dat goede zaad, het draagt wel even vrucht, maar het verstikt het. De zon kan er niet meer bij komen en daardoor sterft het af. En dan zie je alleen nog maar doorns en distels. En Jezus zegt, gaandeweg, dan heeft hij het over dat stukje in die gelijkenis, gaandeweg dat het door zorgen verstikt wordt en geen vrucht meer draagt. Hè? Het zijn beproevingen en dingen, moeilijkheden, maar ook, zegt hij, dat het door bezorgdheid verstikt wordt. Dus het is een killer, controle willen houden, is een killer voor geloof in vertrouwen leven. En nog maar even terug op dat waar ik mee begon. Ik had gewoon mogen zeggen, als ik in vertrouwen had geleefd en niet vanuit angst, dan had ik gewoon mogen zeggen, oké, ik geloof dat God alle dingen in zijn hand heeft, dat hij mijn tijd erg bestuurt, dat hij de dingen op mijn pad geeft. Ja, tuurlijk moet ik soms nee zeggen, absoluut, ik moet mijn grenzen aangeven enzovoort, allemaal waar. Maar als hij dit zo voor mij heeft, dan mag ik dat gewoon aanvaarden en daar dan gewoon mijn verantwoording in nemen, zeg maar. Maar het zit er heel erg van, bezorgd zijn is zelf op de troon zitten. Zelf je kinderen in de greep willen houden en dat ze helemaal precies doen wat jij wilt. En je omgeving en alles, zodat jij het kan controleren omdat je bang bent dat het anders misgaat. Dus dat is ja, die gebalde vuist en vertrouwen is met open hand leven. Je bent bezorgd.
En het is een killer voor geloof, of het is eigenlijk het tegenovergestelde van geloof, moet je zeggen. Bezorgdheid. Maar het is ook in Lucas 21, vers 34, ook in het Lucas-evangelie kwam ik ook nog op. Daar zegt Jezus, wees op je hoede, dat gaat over de laatste dingen. Nou, dat is heel erg relevant in onze tijd, denk ik. Dat is altijd relevant. Maar we leven nu ook, hè, dat zijn nog wat gekkere tijden misschien. En er wordt best wel aan geschud aan bepaalde zekerheden in ons leven. Dan zegt hij, wees op je hoede dat je hart niet bezwaard wordt door zorgen over de alledaagse dingen. Zodat die dag u niet onverwachts overkomt, zegt hij. Dus bezorgdheid, controle willen houden, op de dingen zitten en ze vast willen houden, is ook een killer voor verwachting. Voor in verwachting zijn dat Jezus komt. Je kan ook, misschien ja, ook wel goed om te zeggen in deze tijd, hè, over alle theorieën die rondgaan, of het waar is of niet, hè, ik ga daar niet over. Maar als het je bezorgd maakt, moet je voorzichtig zijn. Dat is een killer van verwachting. Dat is Lucas 21. Pas op dat je niet bezorgd bent over al die alledaagse dingen. En ook dat je je niet alleen maar laat voeden door al die theorieën die rondgaan. Dat is echt een killer. Als het je helpt om dichter bij Jezus te komen en meer te zeggen, Maranatha, kom Heer Jezus, kom. Ja, hou je ogen en oren op zoek en prachtig. Maar als het je juist bezorgd en bang maakt, denk ik, hé, waar gaat het allemaal naartoe? Ja, voed je dan wat meer met andere dingen graag. Dat is beter. Ja. Drukte. Tweede ding waar Jezus de vinger op de zere plek ligt bij Jezus. Hij zegt van, Marta, Marta, je bent bezorgd en je maakt je druk over veel dingen. Dat is dat woord, dat wordt ook gebruikt bij de veroordeling van Jezus. Die menigte die daar om Jezus staat en zegt, kruisig hem, weg met hem, die opgehitst waren door de priesters en de religieuze mensen in die tijd. Dat beeld, dat drukke beeld. Dus, en er staat ook letterlijk hier, in vers 40, Martha was druk bezig met bedienen, staat er bij ons. En letterlijk staat er, Martha was, of werd rondgetrokken betreffende veel dienen. Ze werd rondgetrokken betreffende veel dienen. Er waren heel veel dingen die haar aandacht vroegen. Ze was druk. En de vraag is ook altijd, als je het hebt over onderliggende problemen, van waarom ben je zo druk? Hè, daarom is dit tweede punt, het eerste, hè, stop met iedereen de schuld te geven. Maar het tweede is dus ook echt naar binnen durven kijken. Daar komen we heel vaak niet aan toe. Om echt in de aanwezigheid van God en misschien met hulp van broeders en zusters of andere mensen of een psycholoog of weet ik het, is allemaal niks mis mee. Maar om echt zicht te krijgen, wat gebeurt daar nou van binnen? Waarom maak ik nou 80 uur in de week? Heb je die vraag wel eens gesteld? Of waarom ben ik nou zo bezig om het allemaal tip en top voor elkaar te krijgen? Wat drijft je nou? Er zit iets onder, hoor. We doen nooit iets voor niks. En het kan heel vaak zo zijn, er kunnen heel verschillende oorzaken zijn. Die vraag moet je dus jezelf stellen in de aanwezigheid van God. Maar dat kan ook heel erg te maken hebben met de innerlijke criticus in ons. Die is bij mij wel aanwezig in ieder geval. Dat is zo'n stem die altijd zegt, het is nooit genoeg, nooit genoeg, nooit genoeg. Je bent pas echt waardevol en je voegt pas echt iets toe als je op deze manier werknemer ben, of op deze manier werkgever ben, of een zaak opbouwt zoals dit, of een, weet ik het, noem het maar. Of in de gemeente, als je bent pas echt een goede oudste als je op die manier, of een goede diaken, of een goede kinderwerk, ofzovoort. En zo, die innerlijke criticus, waardoor je een lat legt, waardoor je helemaal in onrust leeft, maar wel als een Martha de goede dingen voor de Heer doet. Ja, daar moet je echt naartoe. In de aanwezigheid van God, van waarom ben je zo druk? Waarom? Wat is er in je hart, Martha? Je bent bezorgd en je bent druk om veel dingen. Ja. En daarin, om dat nog wat praktisch te maken, kijk, dit is wat Jezus tegen Martha zegt. Hè? Martha, jij bent bezorgd en je maakt je druk over heel veel dingen, maar één ding is nodig. Het is heel erg belangrijk om in jouw stille tijd, ik zal het heel praktisch maken, ik denk dat we daar ook echt behoefte aan hebben, want we kunnen soms zo geestelijk spreken over al die dingen, maar we hebben het echt nodig om, ja, denk ik, om dat praktisch te maken. Van als je je stille tijd hebt, als je momenten inbouwt in de dag en in de week, of in de maand, dat je misschien voor jezelf daar structuur, daar kom ik zo meteen nog even iets op, maar
Hoe zit je daar? Met welke focus zit je daar? Dat is heel erg belangrijk. Zit je daar, hè, open je je Bijbel 's morgens voordat je naar je werk gaat? Dat is echt een goede gewoonte om echt de woorden van God tot je te laten komen. Maar zit je daar studiematig? Zit je daar echt Bijbelstudie te doen en allerlei verbanden op te zoeken? En, maar ga je eigenlijk dan weer je werkdag in, of wat je dag ook is, of je studiedag, ja, zonder echt gevoed te zijn? Of zit je daar, en dat heeft zijn plek. Het is heel erg belangrijk om Bijbelstudie te doen, om de context te begrijpen enzovoorts. Maar het is ook heel erg belangrijk, die horen bij elkaar, om echt tot God te bidden en te zeggen: Heere, wat wilt u tot mij spreken vanmorgen? Heeft u een woord voor mijzelf? Heere, hier worstel ik mee, dit vind ik lastig, of hier zie ik tegen. Opdat je het persoonlijk maakt, dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Hè, begrijp me niet verkeerd dat je geen Bijbelstudie moet doen, maar het kan soms zo ver van je afstaan, dat is eigenlijk wat ik probeer mee te zeggen. Je kan zo ver van je afstaan. Je doet een studie en je vindt het mooi en je beschouwt het eigenlijk, ja, mooi, en je gaat weg. Dan heb je de boot gemist. Dan heb je eigenlijk Jezus gemist. Maar om echt daar een ontmoetingsplek te creëren, dat vind ik zo mooi. Het Oude Testament, Albert Jelle noemde het Eerste Testament, dat is het eigenlijk beter. Maar daar zit dat beeld in van die tabernakel. Vind je dat niet fantastisch? Dat God een volk roept en trekt uit Egypte. Ze komen in de woestijn, door, doods, 40 jaar lang in die zandbak. En dan zegt God: ik wil jullie ontmoeten. Dat is Gods hart. Dat is het evangelie. Dat is het goede nieuws van morgen. En God geeft een heel systeem, een hele ceremonie met een tent midden in die woestijn. Een tent vol heerlijkheid waarin je dus midden in die woestijn de Almachtige, Allerhoogste kan ontmoeten. Een plek, als je een plaatje zou maken of dat opzoekt op het internet, is het een plek waar heel veel goud is. Heel veel schittering, dat heilige der heiligen. Te midden van die zandbak. En Gods heerlijkheid is daar. En God die zegt: ik wil mijn mensen ontmoeten. Dat is toch goed nieuws? Toch dat je als je... En nu is dat niet meer, hè, op die manier. Het is niet meer dat we een tabernakel hebben of dat we naar een plaats moeten gaan om daar God te ontmoeten. Jezus zegt: wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Het zit niet meer in een bepaalde plek. Het is, je hebt een geest en in jouw geest, in jouw heiligdom als het ware, wil God je ontmoeten. Dan moet je eens bij stilstaan als je stille tijd neemt. De Allerhoogste wil jou echt ontmoeten, dat is zijn hart. Dus, en dat is eigenlijk de kern wat ik hiermee wil zeggen. Het is dus niet van: ik moet heel erg mijn best doen, heel erg studeren en alles. En dan kom ik op een gegeven moment bij God. Ah ja, daar ben ik. Ik ben bij God geweest, een soort van. Maar het is in verwachting eigenlijk zitten. Van: God wil mij ontmoeten. Snap je het verschil? Proef je het verschil een beetje? Hij wil ons ontmoeten. Dan is het niet meer: ik moet mijn bed uitkomen en ah, zo vroeg en zwaar. En je houdt het niet vol, hoor. Ik hou het niet vol. Op wilskracht. En ik ben best wel iemand, als ik ergens voor wil gaan, dan ga ik. Maar het lukt niet op wilskracht. Henk Binnendijk zegt bijvoorbeeld: je moet de smaak te pakken krijgen. Dat vind ik zo mooi. En je krijgt de smaak pas te pakken als je echt in de focus zit: God wil mij ontmoeten. Jezus komt mijn huis binnen. Zoals bij Maria en Martha. Zou ik niet alles laten droppen en alles laten vallen? Zou ik niet het gas uitzetten en die koffie lekker de koffie laten? Jezus is in huis. Toch? De Allerhoogste wil mij ontmoeten. Dus dat is het tweede. Krijg in zijn aanwezigheid zicht op dieperliggende patronen en ontmoet God echt. En hij wil dat. En daarom kan het. En dat is niet zweverig trouwens. Dat is niet dat je dan ineens allemaal visioenen krijgt of zo. Dat is helemaal niet wat ik bedoel. Maar dat je, er kunnen gewoon soms, je bent in je Bijbel bezig. Je bent misschien in je rooster bezig. Hoe je je Bijbel leest of in het Bijbelboek wat je hebt gekozen om de komende tijd door te lezen. En dan in de verwachting van: Heere, wat heeft u hierin tot mij te zeggen? Spreek tot me, geef licht, werp licht op een vers of op een tekst of op een gedachte. Of je bladert nog eens terug of naar iets. En ja, dat, in die verwachting. Het derde. Maak het zijn bij God je hoogste prioriteit. Dat is natuurlijk een inkoppertje. En dat ligt hier natuurlijk helemaal in. Maak het tot je hoogste prioriteit. Tuurlijk zijn er heel veel dingen die belangrijk zijn. Tuurlijk moest die koffie gezet worden. Tuurlijk moest dat eten gekookt worden. Tuurlijk moest die bedden
klaargemaakt worden en moesten ze onderdak krijgen. Maar het gaat om prioriteiten. Maak het tot je hoogste prioriteit. Want Jezus zegt hier ten opzichte van Martha, je bekommert je over veel dingen. Je bent met heel veel dingen bezet. Maar er is eigenlijk maar één ding echt nodig. En dat heeft Maria uitgekozen, het goede deel. En wat is dat goede deel? Ja, dat is het zitten aan zijn voeten. Dat is dat gemeenschap hebben met Jezus. Met de levende Jezus. We hebben geen dode Jezus. Het is niet een religie. Het is niet zoals boeddhisme of zo, of hindoeïsme. Het is allemaal gebaseerd op allerlei vage dingen waar je dan in moet komen met dat is je karma en dat is je dit. We hebben een levende Jezus in de hemel. We hebben net van hem gezongen. Nabij Gods hoog verheven troon is iemand die steeds voor mij pleit. Hij is volmaakt Gods eigen zoon. Hij is priester tot in eeuwigheid. Je mag hem echt ontmoeten als de levende. Maak het zijn bij God tot je hoogste prioriteit. Jezus zegt dus van Martha, of Maria heeft het goede deel uitgekozen. En dat heeft daar alles mee te maken. En daar staat, zegt hij nog, wat niet van haar zal worden weggenomen. Met andere woorden, ditgene wat Maria heeft gekozen, het is een keus. Daarom durf ik ook echt te zeggen, maak het tot je prioriteit. Maak keuzes in je leven. Het komt niet aanwaaien dat je met als Aladdin op een zo'n matje een beetje zweverig. Het vraagt keuzes, het vraagt disciplines. Je moet het inruimen, je moet het plannen, absoluut. Maar het heeft alles te maken dus met iets, met het goede deel wat niet zal worden weggenomen. Dat heeft alles te maken met die relatie. Het is geen religie, maar relatie met God. Verbinding met hem. En daar gaat de eeuwigheid over. Kijk, ik zal het misschien even heel cru zeggen, maar in de hel zijn alleen maar mensen die daar zelf willen zijn. Dat is echt zo. Er zijn alleen mensen die daar zelf willen zijn. Die houden niet van Jezus. Die willen dus ook niet daar aan zijn voeten zitten en niet in zijn aanwezigheid zijn. Want de hemel draait namelijk om dit. Omdat daar zitten bij Jezus en van hem genieten. En natuurlijk zit je niet alleen maar hoor, een hele eeuwigheid lang. Je bent natuurlijk ook lekker bezig met van alles en nog wat. Het is een nieuwe aarde, we zullen daar bouwen en van alles bezig zijn. Maar het diepste en in alles zal zitten de gemeenschap met Jezus. Daar gaat het om. Dat is de eeuwigheid. En als je niks met Jezus hebt, dan hoef je ook niet naar de hemel. Dan wil je daar niet zijn. En dan kan je daar ook niet zijn, want dat is verschrikkelijk voor je. Als je hem haat, als je niks met hem hebt. Maar als je van hem houdt. Als je hem lief hebt. Heb je hem nog lief? Heeft u hem lief? Houden we echt van de Heer Jezus? Niet welk kerkverband zit je en hoe denk je over 1000-jarig rijk? Of de opname voor of na de grote verdrukking? Hou je van Jezus? Hou ik van Jezus? Hebben we hem lief? Willen we bij hem zijn? Aan zijn voeten zitten? En zijn woorden tot ons horen spreken? Daar gaat de eeuwigheid over. Dat zal niet van je worden weggenomen. Nou, tot slot. Ik heb hier neergezet, dus één ding wat we met zekerheid kunnen zeggen. Je doet jezelf en de mensen om jou heen niet tekort als je de omgang met God in Jezus maakt tot je hoogste prioriteit. Je doet jezelf en de mensen om je heen niet tekort. Als je man even niet zo lekker in zijn vel zit, geef hem een schop, wou ik zeggen, en stuur hem naar buiten voor een wandeling. En zeg, ga eens met Jezus praten. Dat helpt hoor, bij mij helpt het. Zou je niet eens even lekker je Bijbel pakken en eens even tijd met de Heer doorbrengen? Even tot rust komen, een wandeling maken of wat dan ook. Ja, dat helpt. Je doet je vrouw en je kinderen een groot plezier. Ja, en als je dat heel praktisch maakt, is het dus bouwmomenten in je leven in waarin je zelf aan de voeten van de Heer Jezus kan zitten. Plan dat 's ochtends of 's middags of 's avonds. Bouwtijd. Ik heb voor mezelf nu weer opnieuw een soort van gedisciplineerd in overleg met een vriend. En we bevragen elkaar daar ook op. 'S ochtends de tijd met de Heer nemen. Ik heb één keer in de week een avond gepland nu om echt even aan de voeten van de Heer te zitten. En één keer in de maand een dag. Nou, dat helpt voor mij. Ik ben er nu 2 of 3 maanden mee bezig. En dat helpt voor mij. Maar iedereen kan daar natuurlijk zijn eigen invulling in geven. Maar maak het wel concreet, alsjeblieft. Want anders gebeurt het niet. En luister podcasts. Tegenwoordig bestaat een wereld aan woorden van Jezus.
uitgelegd en uitgestald voor ons klaar. Kom naar de Bijbelstudies, als die er zijn. Tuurlijk zijn we druk en tuurlijk moeten we voor alles, maar wat is je prioriteit? Daar gaat het heel erg om. Geen tijd is geen prioriteit. En niet om daarmee iets te verdienen, daar sluit ik mee af. Dat is ook echt goed om te zeggen, want heel vaak wordt het dan heel snel weer van, ja, dan ben je wettisch of zo. Dat heeft niks met wetticisme te maken, helemaal niks. Het heeft met broodnodig leven te maken. Het is echt essentieel om geestelijk te overleven. Om staande te blijven. Om echt rustig te kunnen blijven als de wereld over je heen spoelt. Als het leven je raakt. Dat je weet geborgen te zijn bij de Heer. Dus het is essentieel. Het is niet om daarmee in een beter blaadje te komen bij God. Dat is niet het idee. Je bent volmaakt in Christus. Je hebt al een 10 gekregen van Hem. Dat is het evangelie. Door Jezus Christus. En de gemeenschap beoefenen is niet om dat te verdienen, maar het is om die relatie in stand te houden. En samen met Hem door het leven te leven. Totdat we straks in het Vaderhuis en voor eeuwig de gemeenschap met Jezus mogen genieten. Ik sluit af met een prachtig vers. David kende dit ook. Er staan heel veel één ding dingen in de Bijbel. Paulus die zegt bijvoorbeeld, één ding doe ik. Ik vergeet wat achter me is. Ik strek me uit naar wat voor is. Ik jaag naar de prijs van de roeping van God, welke is in Christus Jezus. En daarmee zegt hij, ik jaag ernaar om straks bij Christus te zijn. En David is ook zo'n één ding man. Die zegt, één ding heb ik van de Heere verlangd. Wat, David? Één ding maar? Kom op, je moet een koninkrijk besturen, David. Heb je niet wat meer nodig van hem voor andere dingen? Zijn er niet andere dingen ook heel erg belangrijk? Hij zegt, nee, één ding heb ik van de Heere verlangd. Dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heere. Al de dagen van mijn leven. Wat ga je dan doen, David? Nou dit, om de lieflijkheden van de Heer te aanschouwen. En om te onderzoeken in zijn tempel. De Heer zegene zijn woord aan ons aller hart. Dat het ook echt handen en voeten mag krijgen in ons leven. Amen.